ik had een flink pak slaag gehad van mijn desmalige partner. En toen belde Nico op. Toen kon ik vanuit de café waar ik in ging werken. En die zei, kom hier naartoe. Voor die bellen hoef je niet bang te wezen. Ik bescherm je. De heer Demming, komt hij nou wel of niet voor in dat onderzoek? Gewoon, die komt niet voor in het strafrechtelijk onderzoek Rolodex. Dat heb ik gezegd, dat heb ik aan de Kamer gezegd, heb ik vroeger gezegd, hebben mijn voorgangers gezegd. En dat hou ik staande. Ja, toen heb ik vanaf dat moment, dat was de grootste fout in mijn leven. Want ik ben echt in een val geworden. Ja, je bent ook veroordeeld? Ja, 10 maanden. Heel heftig? Ja. En nou ja, zoals dat je ook kan lezen, begrijpen de rechercheurs er ook niets van. Maar het hele raar is, ik had eerst een andere advocaat. En toen werd ik door de hoofd van de jeugd, zedenpolitie, Hoek en Christen Grauw, werd ik opgebeld. Dat de advocaat niet goed genoeg was, dat ik niet om mij heen kreeg. Ja, maar die kan ik nooit betalen, ik was nog nooit in aanraking geweest met justitie. Toen zeiden hun van nou, die betalen wij wel voor je. Het is een vriend van me. En ik heb Nico Meijer in de totaliteit 1 keer gezien op de rechtbank. Heeft zijn mond niet opengetrokken. Heeft niet dat in hoger beroep kon gaan. Helemaal niets. En hier zit ik.